Oscar en Lucinda. Zo'n 800 jaar geleden, en niet eens zo ver hier vandaan, was er eens een koninkrijk. De mensen hadden het er goed. Er regeerde een eerlijke en rechtvaardige koning. Deze koning had 7 kinderen. Zijn jongste zoon heette Oscar. De oudste zoon zou later het koninkrijk regeren. Daardoor had Oscar een makkelijke toekomst in het vooruitzicht. Hij zou een kasteel mogen bouwen ergens in het koninkrijk. De boeren zouden hem pacht betalen en veel meer zou hij niet hoeven doen. Omdat hij de jongste zoon was, lag er ook geen grote druk op hem voor het huwelijk. Zijn vader, de koning, vond het prima als Oscar zou gaan trouwen met een voorname dame waar hij echt gevoelens voor had. Oscar was een vriendelijke en mooie prins. Er was dan ook genoeg vrouwelijke belangstelling voor hem, maar de ware had hij nog niet gevonden. Nu lag er naast het koninkrijk een ander koninkrijk. De koninkrijken waren van elkaar gescheiden door een groot moeras. Wel liep er een goed begaanbare weg doorheen. In het plaatselijk dialect werd zo'n weg door een moeras een zuwe genoemd. In dat andere koninkrijk woonde een bevriende koning die 5 kinderen had. Zijn jongste was een liefdevolle en vrolijke prinses, een prachtige jonge dame. Ook deze koning legde niet te veel druk op zijn dochter als het ging om het huwelijk. Toch leek het de twee koningen een goed idee als de twee jonge mensen elkaar beter zouden leren kennen, om te zien of ze elkaar misschien wel erg leuk zouden vinden. Oscar was dan ook uitgenodigd om een week in het kasteel van het naburige koninkrijk te gast te zijn. Op een goede dag was het zover. Oscar had vroeg in de ochtend zijn paard gezadeld en vertrok. Als hij goed door zou rijden, zou hij voor de avond aankomen in het andere koninkrijk. Terwijl Oscar door de velden reed, voelde hij zich gespannen. Hij had al veel goeds gehoord over de prinses. Zou hij dan vandaag eindelijk vlinders in zijn buik voelen? Met zijn gedachten bij de prinses lette Oscar niet goed op de weg. Hij reed te ver door en miste de afslag naar de weg door het moeras. Tegen de tijd dat hij het doorhad, was hij al een flink stuk verder en begon het al te schemeren. Hij draaide om, gaf zijn paard de sporen en galoppeerde terug over de weg. Vanuit het moeras kwamen flarden mist hem al tegemoet. Hij wilde niet opgeven en wist dat de zuwe, de weg door het moeras, hier toch ergens in de buurt moest zijn. Tot zijn grote opluchting zag hij een grote opening tussen de bomen. En inderdaad, daar was een breed pad dat door het moeras ging. Het werd steeds donkerder en de mist werd dikker en dikker. Oscar maakte dat niet uit. De weg werd overdag veel gebruikt en was goed begaanbaar. Plots bewoog er iets groots in de struiken naast hem. Het paard schrok zo dat het steigerde en van de weg afrende. Tientallen meters hield Oscar zich stevig vast en probeerde het paard te kalmeren. Net toen het paard rustiger werd, zakte het opeens diep weg in het moeras. Oscar klom van zijn rug, maar werd ook zelf vastgezogen in de modder. Wanhopig probeerde hij zich vast te grijpen aan laaghangende boomtakken om zichzelf en zijn paard te redden. "Hier, hou mijn hand vast," klonk een duidelijke maar vriendelijke stem. Oscar greep de hand die naar hem uitgestoken werd. Ook hoorde hij hoe anderen zijn paard aan het helpen waren. Pas toen hij veilig op een boomstronk zat, keek hij naar de persoon die hem gered had. Hij schrok even, want wat tegenover hem zat, was geen mens. Een prachtige vrouw, ze leek wel een elf, maar dan zonder vleugels en bijna net zo groot als hij, keek hem recht aan. Haar huid was lichtgroen en er leek een gouden gloed om haar heen te schijnen. Dit moest wel een van de moeraswezens zijn, waarover hij als kind veel verhalen had gehoord. Maar al die verhalen interesseerden hem nu niets. Vol verwondering keek hij naar haar. Zijn hart vulde zich met licht en liefde. "Ik ben Lucinda, prinses van de moeraswezens. Ga mee naar ons paleis, zodat jij en je paard zich vannacht kunnen aansterken," sprak het prachtige wezen,
Terwijl ze zich naar voren boog, voegde ze daar fluisterend aan toe. Neem niets te eten of te drinken en doe alleen alsof je drinkt uit de lege beker die ik je zal geven. Dat deed Ostar denken aan de verhalen die hij als kind over moeraswezens had gehoord. Een ontmoeting met moeraswezens zelf was niet zo gevaarlijk. Maar liet je je verleiden om hun drinken of eten tot je te nemen, dan zou je het daglicht van de volgende morgen niet meer zien. Doorweekt en koud, niet wetende waar hij precies in het moeras was, had Ostar geen andere keus dan Lucinda te volgen. Achter hem liepen 5 moeraswezens met zijn paard. Hoe verder ze liepen, des te meer moeraswezens zich bij hen voegden. In de verte zag Ostar vaag een blauwgroen lichtschijnsel tussen de overhangende takken. Dichterbij gekomen, bleek dit licht vanuit een wonderlijk paleis naar buiten te schijnen. Alle moeraswezens om en in het paleis maakten ruimte om Lucinda en Ostar door te laten. Bij een groot haardvuur konden Ostar en zijn paard zich drogen en opwarmen. Meteen kwamen er van alle kanten een soort van lakeien, met schalen vol lekkers. Lucinda stuurde ze opzij en bood Ostar een beker aan. Tot zijn verbazing was de beker inderdaad leeg, zoals hij eerder had gezegd. Hij keek haar aan en voelde zoveel liefde tussen hen stromen, dat hij besloot te doen wat zij had gezegd en deed alsof hij uit de beker dronk. Daarna nam Lucinda hem bij de hand mee naar de volgende zaal. Daar klonk prachtige muziek en al gauw waren zij in een innige dans verwikkeld. Uren en uren dansten zij aaneen. Plots viel de muziek stil. Een betoverend knappe man, nou ja, moeraswezen dan, liep dwars door de zaal recht op Lucinda en Ostar af. Gebiedend stak hij zijn hand naar Lucinda uit, alsof zij met hem mee moest gaan. Lucinda draaide zich van hem af en gaf een gebaar, waardoor de muzikanten weer begonnen met spelen. Zonder de knappe man nog één blik waardig te gunnen, danste Lucinda verder met Ostar. In zijn oor fluisterde zij, "Dat is Forus, prins van het andere moerasvolk. Onze vaders willen dat wij met elkaar gaan trouwen. Hij is echt een mooie en intrigerende man. Maar wat ik voelde toen ik jou vanavond in het moeras zag, dat moet wel echte liefde zijn." Ostar en Lucinda keken elkaar diep aan, hun hoofden bogen naar elkaar toe. De wereld leek even niet meer te bestaan toen hun lippen elkaar raakten. De roep van een vogel verraadde de naderende dageraad. De wereld van de moeraswezens begon te vervagen en Ostar zijn ogen vielen dicht. Hij werd wakker toen er zachtjes aan zijn schouder werd geschud. 2 boeren met paard en wagen stonden voor hem. Hij herkende de zuwe, de weg door het moeras, waar hij blijkbaar samen met zijn paard op had liggen slapen. Ostar twijfelde even of hij alles gedroomd had, tot hij in zijn hand de beker zag die Lucinda hem gegeven had. Zijn hart maakte een sprong. Hij bedankte de boeren voor het eten dat zij hem gaven. Zo snel als hij kon, steeg hij op zijn paard en reed op volle snelheid terug naar het kasteel van zijn vader. Daar was zijn vader heel verbaasd hem zo gauw alweer terug te zien. Vol verbazing luisterde de koning naar het verhaal van zijn zoon, om vervolgens urenlang op hem in te praten. Liefde tussen mensen en moeraswezens was immers ongepast en onmogelijk door de schimmige wereld en nachtelijke uren waarin de wezens zich begaven. De betogen en smeekbedes van zijn ouders negerend, vertrok Ostar de volgende ochtend met een flinke groep arbeiders richting het moeras. Op een zandplaat in het moeras werd snel een hutje getimmerd, terwijl daarnaast met de bouw van het kasteel werd begonnen. Ostar nam zijn intrek in het hutje en wachtte tot de nacht zou vallen. Het werd stil. Alle arbeiders waren al lang naar huis gegaan, want niemand wilde 's nachts in het moeras blijven. Ze hadden de jonge prins voor gek verklaard en voorspelden dat ze hem de volgende dag niet meer levend aan zouden treffen. Ostar had zich daar niets van aangetrokken. Vol hoop zat hij voor zijn hutje te wachten op wat er komen zou. De mist begon in het moeras op te stijgen en het werd kil.
Ostar voelde een rilling over zijn rug gaan en even twijfelde hij. Hij was toch niet gek geworden? Had hij het zich allemaal verbeeld? Maar de vlinders in zijn buik en zijn luid bonzende hart wisten wel beter. Een brede glimlach verscheen op zijn gezicht bij de gedachte aan Lucinda. Een zachte hand streek langs zijn gezicht. Ostar schrok niet eens op en draaide zich opzij. Met hun voorhoofden tegen elkaar aangebogen, kwamen hemel en aarde samen. Vanaf die nacht kwam Lucinda Ostar iedere nacht ophalen zodra de mist in het moeras tevoorschijn kwam. En elke nacht gingen zij naar het moeraspaleis en dansten uren samen. Soms voelde Ostar de priemende blik van Foris in zijn rug. Hij liet deze van zich afglijden en danste innig verder met Lucinda. Ook maakten zij samen lange wandelingen door het moeras, keken naar de sterren en vertelden elkaar de meest prachtige verhalen. Alleen eten en drinken deden zij niet samen. Hoewel de heerlijkste gerechten voorbij kwamen, nooit liet Ostar zich verleiden om iets te eten of te drinken als hij zich bij de moeraswezens bevond. Jaar na jaar ging zo voorbij. Ostar woonde in zijn inmiddels afgebouwde kasteel in het moeras. Overdag sliep hij het grootste gedeelte van de dag, terwijl zijn bedienden voor het kasteel, het eten en drinken en andere noodzakelijke activiteiten zorgden. Tegen het eind van de middag werd hij wakker, at samen met zijn bedienden die daarna naar hun huis buiten het moeras gingen. Vervolgens zorgde Ostar dat hij helemaal klaar stond voor het moment dat Lucinda hem kwam halen. Een echt huwelijk tussen een mens en een moeraswezen was natuurlijk niet mogelijk. Toch is er in die jaren één keer zo'n groot feest geweest, dat je zou kunnen denken dat het een bruiloft was. Door boeren uit de omgeving werd zelfs gefluisterd dat ook de koning en zijn gevolg die nacht in het moeras hebben gebleven. Foris was natuurlijk niet blij met dit alles. Ook hij had Lucinda als zijn grote liefde gezien. Maar tegen de liefde tussen Lucinda en Ostar kon hij niet op. Verdrietig maar opgelucht dacht hij, mijn tijd zal wel komen. Dat menswezen zal niet langer dan nog 50 jaar te leven hebben, terwijl Lucinda en ik nog zo'n 1200 jaar te gaan hebben. Met de gedachte aan een lange toekomst samen met Lucinda kon zijn hart vrede hebben. Foris besloot dan ook om de komende 50 jaar zijn vrijgezellenbestaan goed te benutten, en menig moerasmeisje beleefde wilde avonturen met hem. Hoe onwaarschijnlijk het ooit geleken had, de liefde tussen Lucinda en Ostar bleef bestaan. Ook toen Ostar steeds ouder en grijzer werd, terwijl Lucinda net zo jong leek als op de nacht van hun eerste ontmoeting. Tot de nacht dat Lucinda bij zijn kasteel kwam en Ostar niet meer mee kon gaan. Met tranen in zijn ogen vertelde hij haar dat hij zijn einde voelde naderen en hij niet veel dagen meer te leven zou hebben. Ook bij Lucinda stroomden de tranen over haar wangen. Zij draaide zich om en rende het moeras in. Ostar bleef verbaasd en alleen achter. De volgende nacht was Lucinda weer terug. Zij vertelde dat zij de hele nacht in het moeraspaleis alle wijze boeken uit de bibliotheek geraadpleegd had. Want net als mensen kenden ook moeraswezens oude geheimen. Zo bestond er een oude moeraslegende dat moeraswezens voor een menselijk bestaan konden kiezen. De prijs daarvoor was hoog, heel hoog. Want na 7 dagen een menselijke vorm te hebben, zou het menselijke moeraswezen sterven. Ostar protesteerde en met zijn verzwakte stem zei hij, jij hebt nog zoveel jaren te leven. Dit kan en wil ik niet van jou vragen. Vol dankbaarheid en met de liefde die wij delen in mijn hart, zal ik binnenkort deze aarde verlaten. Lucinda keek hem diep aan en zei, en mij hier achterlaten en 100 jaren met pijn in mijn hart verder leven? Liefste, vannacht voordat ik naar jou kwam, heb ik het ritueel reeds uitgevoerd. Vanaf nu kan ik 7 dagen, dag en nacht hier, samen met jou leven. Als het al mogelijk was om nog meer liefde voor elkaar te voelen dan dat ze al deden, vulden hun laatste dagen zich met zoveel licht en liefde dat er dag en nacht vanuit de verre omgeving een groot licht in het moeras leek te schijnen. De onwaarschijnlijke liefde tussen Ostar en Lucinda was groter dan iemand ooit voor mogelijk had gehouden.
Na al die jaren begrepen de bedienden eindelijk waarom hun prins zijn hele leven vooral 's nachts had doorgebracht. Op de 8e dag kwamen de bedienden 's ochtends bij het bed van de prins, daar waar hij net als de 7 nachten daarvoor met Lucinda geslapen had. Tot hun grote verdriet zagen de bedienden dat de 2 geliefden hun laatste adem die nacht hadden uitgeblazen. In een innige omhelzing hadden de engelen van Lucinda en Ostar de aarde verlaten om samen naar de eeuwige bron van licht en liefde op te gaan. Het nieuws van Lucinda haar keuze voor het menselijk leven en vroegtijdig sterven bereikte ook Forus. Uitzinnig van woede omdat een toekomst met Lucinda hem ontnomen was, zwoer hij wraak. Sinds die dag is geen enkele vrouw meer veilig in de omgeving van het kasteel. Elke nacht, zolang hij nog te leven heeft en de flarden mist opstijgen uit het moeras, gaat Forus erop uit om vrouwen uit te nodigen voor een dans in het moeraspaleis. Met zijn charmante voorkomen weet hij menig jonge dame te verleiden tot een dans, waarna hij haar een glas wijn aanbiedt.